jongens, ik ben Dennis, a.k.a. Danske. En vandaag hebben jullie weer een nieuwe live Modern Warfare 3 commentary. En voordat de match begint wil ik jullie eerst even allemaal bedanken voor de 12.000 abonnees. Ik heb zojuist de 12.000 abonnees behaald. Dus waarschijnlijk als jullie deze video kijken heb ik alweer 50 abonnees meer of zo. Dus in ieder geval, ik vind het enorm awesome dat we alweer de 12.000 abonnees hebben. Op het moment ben ik volgens mij een van de snelst groeiende Nederlandse commentators na Jaraski en The King. En dan heb ik het dus over Call of Duty. En wat gaan we doen? We gaan met Assault. Ik heb gewoon eventjes zin om met Assault te spelen. Heb ik het laatst volgens mij ook over gehad. Dus gaan we nou ook doen. Maar zoals ik net al zei, ik ben misschien niet het grootste kanaal. Maar naast Jaraski en The King groei ik volgens mij op het moment wel als een van de snelste. Dus dat vind ik in ieder geval enorm vet. En hopelijk gaat dat nog veel sneller groeien dadelijk bij de release van Call of the Ghost. En dat zullen we binnenkort wel zien dus. En nadat we het toch over Call of the Ghost hebben. Team met deze kant op. Nee, dan doe ik dat wel weer. Oh, dat was close. In ieder geval een mooi bruggetje en dat was mijn serie Road to Call of Duty Ghost. En die serie die was ik gestart, even kijken, ja wanneer was het, in ieder geval een paar dagen geleden had ik dat gedaan of een weekje terug of zo, ik weet niet wanneer precies. In ieder geval die serie heb ik maar één episode van geüpload en daar is het bij gebleven. En dan zul je misschien wel denken, ja waarom maar één episode? En zal ik even uitleggen, want ik kreeg op die video enorm veel reacties van mensen die begonnen te huilen. En dan met het feit van Dennis, je hebt die serie van L.E.A. gejat. Die heeft precies dezelfde naam, bladibladibla, huilen, huilen, huilen. En ja, ik weet gewoon als ik verder ga met de serie dat mensen daar blijven reageren. En daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. Ik heb in de video ook al uitgelegd dat ik zelf die serie een jaar geleden al heb gedaan. Dus dat er eigenlijk niks van gestolen is. Want ja, vorig jaar had ik de serie Race to Black Ops 2. En dat is in principe dus gewoon hetzelfde. En alsjeblieft zeg dat mijn teammate me helpt. Oh, dankjewel. Ik zat vast. Ik kon niet meer draaien. Dus en mijn wapens op. Dus dankjewel teammate. GG. In ieder geval, ja, dat vond ik in ieder geval jammer. Dus ik denk, ja, ik ga niet verder met die serie. Ik weet gewoon dat ik constant dadelijk van die zeikreacties krijg. Dus had ik gewoon geen zin in. Dus mocht jullie een leuke naam weten voor die serie, dan laat alsjeblieft wat achter in de comments. En, wauw, ik was echt bijna dood. Ik had die vet echt veel gehit. Dat is echt bullshit. Maar zoals ik dus al zei, laat me wat achter in de comments een leuke naam. En ja, het liefste iets wat met Call of the Ghost te maken heeft. Want dat is eigenlijk wel het principe. Je oefent eigenlijk voor Call of the Ghost. Dus ik kan het ook gewoon heel simpelweg oefenen voor Call of the Ghost noemen. Maar ja, dat is ook zo standaard, zo saai. En ik had een andere naam in gedachten, was de Countdown. Alleen ik kwam erachter dat Granny Fights Back, een andere Nederlandse commentator, die naam ook al had gebruikt. Dus dat gaan we ook niet gebruiken, anders had ik zijn serie. En ik weet niet of jullie hem trouwens nog kennen, Granny Fights Back. Dat is al een hele tijd geleden, maar ik heb ooit met hem en met Jaraski met z'n drie zombie triple commentary gedaan. En dat was op zich wel leuk, maar het kan zijn dat jullie misschien nog kennen. Dat jullie al mijn kanaal al best wel lang volgen, dat je hem daar misschien van herkent. Maar ja, verder rest. Ik heb eigenlijk geen idee voor een leuke titel voor een serie. Dus ik zou zeggen, kom met leuke ideeën, doe maar origineel. En nee, ik ga niet dood, ik ga niet dood. Ach god, moet je mijn kill nog even jatten? Ik wil niet dood, maar ik heb één kill moet. En ik probeer de hele tijd te praten. En als ik iets probeer te vertellen, dan kan ik totaal niet Russisch spelen. En dat is het probleem altijd. Daarom praat ik meestal gewoon maar random bij live commentaars. Gewoon random onzin. Want dan kan ik gewoon blijven spelen, weet je wel. En hopelijk zien ze me hier niet liggen. Waarschijnlijk wel. Binnen 3, 2, 1, dood. Nee, nog niet. Oh, zit er iemand hier? Hier zit er ook eentje daar. Het loopt er een langs mij. Oh jezus. Ik schiet alles en iedereen mis. Oh, ik had hem niet afgeschoten. Lol. Je ziet echt niks in deze map. Je vliegt ook best wel hoog eigenlijk. Nee. Terug. Daar ben ik ergens. Ga weg. Kst. Ik ben nog niet genuifd. Wel. Nee. Ik leef nog steeds. We nadruk op nog. Waar zijn die mensen? Ik wil mijn streaks halen. Dat is het enige wat ik wil. Nee. Blijf af. Goed zo. Ik heb mijn AC. Dat is al iets. Wauw, dit ding is echt traag, maat. Die haalt heel de snelheid uit de gameplay. Zo'n light machine gun, wou ik zeggen. Hoe de fuck kom ik daarbij? Nee, ik bedoel zo'n killstreak. Echt, jongen, je vliegt zo enorm hoog. Nou, dat ding ga ik verder eens niet kapot schieten, want ik weet hoe dat afloopt. Dat ding draait ook ineens om en dan ben ik alsnog dood. 14-0. Dit is zo easy, hè, op deze map, als je gewoon zo speelt. Ook al speelde ik wel heel erg voorzichtig, geef ik toe, begin. Maar dat is als ik iets probeer te vertellen, jongens. Ik kan echt niet gefocust spelen en iets vertellen. En ja, dat staat eraan te komen. Maakt ook niet uit. Ik heb mijn killstreak. Ik heb hem ook nog. Mooi. Dan staan we weer kieten. Dan heb ik hem gekilled. Heeft hij mij gekilled. Dus iedereen weer tevreden. Ik heb mijn streaks. Dus niks
om nog over te janken. Jezus, hij lekt een beetje dit ding, of niet? Nou, niet meer. Jawel, hij lekt een klein beetje. Fuck irritant. Oké, waar zitten die mensen? Die zitten aan het doekje. God. Hij switcht altijd verkeerde dingen. What the fuck? Hij was hem aan het flippen. Oké, 21-1. Ja, mooie score, geef ik eerlijk toe. Het is een mooie score. Maar dat is altijd zo makkelijk in deze game met die streaks. Je kunt ze mooi... Oh, moet wel blijven likken. Je kunt ze mooi op blijven tellen als het ware. Dus snap wat ik bedoel. Hij telt ze constant op. En alsjeblieft, ga nou niet te laag vliegen. Want ik heb hem nou volgens mij recht voor A gedropt. En dan gaat hij heel laag vliegen. En dan kan ik die mensen bij B niet hitten. Dus dat is misschien niet zo heel slim. Hopelijk. Oppassen dat ik mezelf niet kill. Nee, nee. Mooi. Hier onder mij. Ik ben benieuwd wat er in mijn ding zit. En dan mijn teammates ze pakken in die care packs die ik drop. Want normaal gezien dan pakken die enemies ze. En dan krijg ik daar ineens een airstrike op mijn hoofd. En die was dus eigenlijk van mij. En dat is altijd leuk, hè? Ja, dit bedoelde ik dus. Met de plek waar die gedropt wordt. Maar ik kan ze mooi hier allemaal afknallen. Dat is mooi gepland. Ja, ja. Dat wist ik wel. Zo chill, hè? Op zich vind ik dit wel echt veel beter. Mensen hebben hier een soort van... hoe moet ik het noemen? Een soort van... heeft een bepaalde naam heeft dat, ik kom er alleen niet op. Maar het komt er dus op neer dat mensen een soort van extra health krijgen als ze spawnen. Waardoor je niet gelijk gespankeld kan worden door de skillstreak als dit. En heeft een bepaalde naam, ik kom er alleen even niet op. Dus als jullie het weten, laat even achter in de comments, misschien wel leuk. Waarschijnlijk ben ik er al lang achter gekomen tegen die tijd. Maar het gaat om het principe, hè. Oh jongen, ik maak best veel kills met dit ding. 42-1 alweer, gekke. Meters maken jongens, meters maken. 42-1. Nou, even 100 plus verhaal zou best leuk zijn, maar ik heb geen streak, zeg maar. Dus ik moet er helemaal overnieuw beginnen en het duurt dus lang. En als ik zo ga schieten, dan zal het ook nooit worden. Ik gooi wel gewoon even een Semtex, daar rennen ze onder, ja. Weet je, wat doen we nou? Ik loop wel gewoon even om, want van zover schieten werkt niet met dat ding. Als je nou gewoon een ACR had, dan kan nog wel, maar dit ding is daar net iets te slecht voor. Jezus Christus, ik schiet echt gruwelijk scheef. 43-1. Looting Charlie, dat is aan de andere kant van de map, jongens. Ja, oei, zag ik daar iemand? Nee. Als we even B-cap, en trouwens nee, dat doen we niet, want dan is de match veel snel afgelopen. We gaan wel via die kant, zie ik, want mijn teammates... Nee, we gaan gewoon door het midden, wat boeit mij het. En we hebben B al gecapt. Ik zei net nog geen B-cappen, want dan is de match veel snel afgelopen. Ik draai mijn kop en de enemies of mijn teammates hebben B gecapt. Maar ja, beter dat ze iets doen dan dat ze niks doen natuurlijk. Dus ik moet niet klagen. Ja, ik zit vast. Oeh, dat was close. Nu heb ik een beetje een probleem. Ja, ik kan het zeggen. C is achter mij. Dus ze spawnen achter mij. Tada. Wat een wonder. Dat is raar. Dan spawnen ze in 1 seconde even allemaal bij A. En dan spawnen ze nou allemaal weer bij C. En dan word je dus gewoon van twee kanten genaaid. En dan kun je eigenlijk gewoon niks tegen doen. Maar een beetje geluk hebben. Oh, ze hebben EMP. Ook heel leuk. Ook al is het gewoon echt... No skill om zoiets te halen. Want je hoeft hier geen streak voor te houden. Je hoeft alleen maar een x-aantal kills voor te maken. En daar zat er een in een hoekje. Zij hebben die EMP. Oh god, iemand stunde hem. Nou oké, dat kan ik me ook niet kwalijk nemen. 46-3. Alweer even twee keer dood gaan binnen 10 tellen. Maar het maakt allemaal ook niet meer uit. Hoe vaak nou nog dood ga in principe. Ik kan nooit meer zo vaak dood gaan dat ik echt helemaal score verneuk. Nou ja, trouwens, als ik nog 7 keer dood ga. Dan heb ik mijn score al verneukt. Losing Alpha. Wat is eigenlijk de score? 172 tegen 116. Dat valt niet tegen. Ze komen goed zat terug. Ik heb het liefst dat ze gewoon heel ver terugkomen. Dat duurt de match gewoon wat langer. Kan ik nog iets meer kills maken. Ik wil eigenlijk 60 kills hebben. Maar ja, dat gaat niet worden als ik geen enemies tegenkom. Nou, ik kom echt niemand tegen. What the fuck is dit? Het lijkt wel hide and seek. Voor mensen die niet weten wat dat is het verstoppertje. Verstoppertje in het Engels. Hide and seek. En natuurlijk, ik kom niemand tegen. Kijk eens waar ze spawnen achter mij. Ik kan het net zo goed opgeven, want als ik nou toch ga zoeken naar enemies, dan spawnen ze alleen maar achter mij. Dat is eigenlijk volgens mij ook de enige keer dat ik naar de dood ben gegaan van die vieze dead. En die is ook weer dood. Nou, in ieder geval, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik ga nou alleen nog maar dood, dus ik moet eigenlijk gewoon zo snel mogelijk stoppen. Want dan heb ik daar nog een beetje een goede score. Want elke seconde hier, dat ik langer in deze match blijf, ga ik meer dood volgens mij. Daar lijkt het wel een klein beetje op. Maar in ieder geval, ik wil jullie dus allemaal nog een keertje bedanken voor de 12.000 abonnees. Het is gewoon een hele hoop. En toen ik net begon, toen was gewoon 1000 abonnees. Dat was echt groot voor een Nederlandse commentator. Vooral voor Call of Duty. Dus als je nou nagaat hoe ver ik al gegroeid ben. Ik vind het in ieder geval super.
En ik ben jullie allemaal enorm dankbaar voor. En de match zit er volgens mij bijna op. Die AH6 die wil mij nog killen. Ik weet niet of dat dan nog lukt. Hij niet, in ieder geval niet. Die AH6 ook niet. 51-5, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Het begin, ja, was wat slow pace. Dat is het probleem. Als je iets probeert te vertellen, dan kan ik echt niet concentreren op de game. Zeker niet als ik gewoon zo goed als in slaap val. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als je het leuk vond, laat een like achter. En als jullie een leuke naam hebben voor deze serie, laat het ook maar weten. Want de serie duurt niet heel lang meer. Want dinsdag komt Call of the Ghosts al uit. Dus voor dan moet ik een leuke naam hebben. En sowieso ver voor dan. Waarschijnlijk al gewoon bij mijn volgende video moet ik een leuke naam hebben. Anders heb ik er niks aan. Maar in ieder geval, ik hoop dat je het leuk vond. Als je het leuk vond, laat een like achter. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Houdoe.